Het heeft 15 jaar geduurd voordat de dossier bouwrijp was hier in Londerzeel, hè, voor de technische school. Waarom heeft dat zo lang geduurd en waarom vindt Londerzeel het belangrijk om een technische school te hebben? Ja, mevrouw, ja, dat heeft inderdaad 15 jaar, zal het geduurd hebben. Het dossier was ingediend in 1998, via het regulier subsidie gegeven. En waarom heeft het zo lang geduurd? Ten eerste, voor schoolgebouwen moet je toch al zeker rekenen op 8 jaar ongeveer. Maar ondertussen had men ook vanuit de overheid gezien dat daar iets vlugger moest kunnen gewerkt worden. En heeft men dus het DBFM gegeven, gecreëerd. De mogelijkheid om in een PPS of in een privaat-publieke samenwerking te gaan. En daar is Londerzeel ook op ingeschreven. Daar hebben wij gezegd, oké, we gaan daaraan meedoen en dan gaat het waarschijnlijk vlugger kunnen gerealiseerd worden. Maar u kan denken, zo'n PPS-constructie opstellen voor toen toch nog 211 dossiers voor de Vlaamse gemeenschap en voor de financiële wereld, is dat absoluut niet zo eenvoudig geweest. En vandaar dat we daar toch wel nog heel wat vertraging op gelopen hebben. Maar we hebben doorgezet, omdat wij toch vinden dat voor onze technische school, ons gemeentelijk technisch instituut van Londerzeel, het te belangrijk is en dat we moesten volhouden om toch tot realisatie te komen van nieuwe gebouwen in vervanging van de oude houten paviljoenen die echt tot op de draad, bij manier van spreken, versleten waren, om die dus te vervangen door een nieuwbouw van een aantal klaslokalen met werkplaatsleerklassen en dergelijke, werkplaatsklassen en dergelijke. Dus wij vonden het zo belangrijk van Londerzeel, onze technische school, toch in een nieuw kleedje te steken, zodanig dat het ook aantrekkelijker is voor onze leerlingen en hopelijk ook het leerlingenaantal kan doen toenemen. En hoe staat de OVSG tegenover dit project? Positief. Het DBFM is een ambitieus project geweest vanaf in het begin. Er zijn inderdaad wel wat moeilijkheden geweest in de loop van de rit. Er is leergeld betaald, maar er zijn ook heel belangrijke, heel positieve lessen te trekken. En we zien in DBFM zeker mogelijkheden om de lange wachtlijsten die er toch zijn, om die mee te helpen wegwerken. Het is ook niet voor niks. Van de 165 projecten die momenteel in het project zitten, zijn er ook 24 gemeentelijke bij. Dus dat zal onze wachtlijst toch weer iets korter kunnen maken als die 24 eigenlijk gerealiseerd zijn.